van die kant uit zijn de Canadezen gekomen, zo'n beetje langs deze blok. En zo daar langs de Canadezenweg. Van daaruit zijn ze achter op Welberg terechtgekomen. 1 november 1944, terwijl een groot deel van Brabant al bevrijd is, wordt in Welberg en omstreken nog gevochten voor de vrijheid. 57 Canadezen en vele burgers vinden de dood in de strijd om de vrijheid van West-Brabant. Wanneer tientallen jaren later de Canadese bevrijder Danny McLeod het dorp bezoekt, doet de Welbergse Angelo Somers hem een belofte. Toen beloofde ik dat er voortaan bij het monument van Welberg klaprozen zullen bloeien om de Canadese en alle burgerslachtoffers, waar iedereen in ieder geval is, in de oorlog te eren. En die belofte is hij nu samen met buurtbewoners nagekomen. Aan de Canadezenlaan staan de klaprozen volop in bloei. Als ik hier 's ochtends voorbij kom rijden, dan word ik er eigenlijk gewoon een beetje stil van. Ik zou willen dat ze dat op meer plekken gaan doen. Dat je een soort kralenketting van plekken krijgt die iets met de vrijheid of met de bevrijding te maken hebben. Dat het zo de slag om de Schelde, dat we die zo mee klaprozen rood kunnen kleuren. Karmijnrood, dat hoop ik. Als je daar op je gemakje even kijkt en je ziet al heel die rode gloed. Dan heb je eigenlijk het gevoel, ja, ik krijg eigenlijk het gevoel wat die Canadezen toen eigenlijk gezien hebben. Dat is heel stom. Een paar weken geleden dat de eerste klaproos opkwam, die hebben wij naar de weduwe van Danny McLeod gestuurd. Dus het blijft toch een eerbetoon ook aan hem, hè. Maar aan iedereen, het is een soort feest voor de vrijheid, zo is het bedoeld. Het is gewoon een feest om te zien, dat is werkelijk. Zeer trots. Ja.